Welkom beste luisteraars, beste kijkers bij weer een nieuwe aflevering van de Mindsetters podcast. We hebben vandaag een hele toffe gast, Jesper Henskens, 28 jaar jong, ondernemer, eigenaar van Online Freedom BV. Ik denk dat dat veel luisteraars als muziek in de oren klinkt. Heeft meerdere goedlopende webshops en is sinds kort ook coach voor veelal jonge en groeiende ondernemers. Helemaal waar. Jesper, welkom. Dankjewel. Voordat wij jou verder in de materie duiken, hebben we altijd een vraag die we stellen voordat we aan de slag gaan. Dat is eigenlijk, we zijn mindsetters, dus wat is mindset eigenlijk voor jou? Een hele goede vraag. Mindset is voor mij het onderscheidend vermogen tussen jou en mij. Dus oftewel, we kunnen allebei in dezelfde situatie zitten, maar we gaan er anders mee om. En dat is eigenlijk, dat vind ik mindset, dat onderscheidend gewoon. Ja, klopt. Heel krachtig. Heel tof. Heel krachtig ook wel. Ja, niet eerder zo kort gehoord. Nee, inderdaad. Ja. Normaal. Ja, het is een heel groot en vaag begrip. Ja, zeker. Het is een heel groot vaag begrip en we maken het heel complex. Maar als we dit begrijpen, is mindset heel simpel. Ja. Dus in principe zetten we ons allebei in een brandende flat. Allebei gaan we er anders mee om. Ja. Dat is gewoon zo. En dan ga je echt mindset zien. Te trainen volgens jou? Ja, 100%. Deze mindset wat ik nu had, die had ik zelfs een jaar geleden niet eens. Nee. Dus, en iedere keer ben ik mijn mindset eigenlijk wel weer aan het verleggen. Dat komt omdat ik gewoon verschillende wereldblikken zie nu. Dus mensen zeggen van, hé, ik kijk zo naar de wereld. Ja, zo begin ik nu ook anders naar de wereld te kijken. Dus mijn mindset verandert daarin ook. Ik zeg maar om daar even kort op in te duiken. Vorig of twee jaar geleden weet ik nog dat ik tegen mezelf zei, ik mag best wel gezegend zijn dat ik hier in Nederland woon. Veel kansen en wauw, het is een veelbelovend land. En nu ben ik bezig met de immigratie uit Nederland te gaan, omdat ik niet meer eens ben hoe Nederland hiermee omgaat. Totaal andere mindset. Ja. Maar dat is al bijna naar de toekomst toe. Mm-hmm. Neem ons eens mee een aantal jaar geleden. Hoe zat je er toen bij? Even een hele goeie. Laten we zo zeggen, ik heb gestudeerd. Ik heb eigenlijk alle maatschappelijke dingen gedaan. Dus ik heb gewoon geboren, getogen, katholiek, een beetje opgevoed, communie, alles hebben we gehad. Ja, vinkjes. Alle vinkjes heb ik gehad, behalve nog niet op Instagram. ben ik gaan studeren, ben ik fysiotherapeut geworden. Dat is nu 5 jaar geleden ongeveer, 2017 had ik mijn hoofd. En toen dacht ik, dat is het veelbelovende kans. Hiermee ga ik geld verdienen en hier ga ik mensen mee helpen. Heb ik ook gedaan. Alleen, ik had in die voorgaande jaren vrij domme fouten gemaakt. Ik heb heel veel geld uitgegeven tijdens mijn studie. De studie was ook duur, mijn ouders hadden ook het geld niet. Waardoor ik eigenlijk oplopende schulden had. Waardoor dus 4 jaar geleden eigenlijk de bank eigenlijk zei, maar niet eens 4 jaar geleden, 3 jaar geleden dat de bank zei, we zijn er klaar mee. We bakken al je geld eigenlijk, zetten we op hold. Ja. Je bankpassen moet je inleveren, ik moest ook echt doorknippen. Ze werden dus echt op inactief gesteld. En daar zag mijn toekomst er niet meer zo rooskleurig uit. Ja. En dat was eigenlijk de mindset die ik dus 3 jaar geleden had. Daaruit de mindset, ik moet hier zo snel mogelijk uitkomen. Ik moet echt leven. Werkbaar, hè? Je had ook kunnen zeggen van ik geef me over aan het systeem. En Klopt. Ja. Schuld bij de bank leggen. Klopt. Ja, dat klopt. Dat is een hele goeie inderdaad. Kijk, dat is ook inderdaad wel een hele mooie wat je zegt. Want mijn vader heeft me altijd geleerd, als je wijst, dan wijzen 3 vingers naar je terug. Ja. Dus hij zegt, ik denk 3 keer dan eventjes over na, wat ben jij zelf schuld geweest? In plaats van dat je zegt, die andere is het fout. Ja. Nou, toen ben ik echt gaan reflecteren en ik heb een hele goede kritische vriendin. En die zei, we zien het al, dat zijn een paar hele structurele fouten die jij maakt. Je geeft meer geld uit dan dat er binnenkomt, al 4 jaar lang. Ja. En dat is een structurele fout. Ja. En dat mijn ouders een beetje opgevoed zijn met het taboe om geld, was eigenlijk geld vies. Zodra we geld hadden, werd het uitgegeven. Ja. En dat is eigenlijk de mindset die ik had. En dat is een mindset die ik dus nu totaal niet meer heb. Ik hou ervan om geld uit te geven, maar ook heel erg om het te sparen en eigenlijk ook echt te krijgen en te receiven. Ja. Wat is er gebeurd dan van dat moment? Neem ons mee, je hebt de mindset inderdaad om geld uitgeven tot het dieptepunt dat je die bankpas moet doorknippen. We staan nu 3 jaar later hier, daar komen we dadelijk uitgebreid op terug waar hier is. Wat is er vervolgens gebeurd om die mindset te kunnen veranderen? Ik ben heel simpel ben ik gaan nadenken. Doordat ik wist inzicht te brengen in mijn huidige situatie, dat mijn vriend echt heel goed deed, had ze gewoon gezegd hoe het er nu uitziet. En ik moest 7000 euro aflossen in twee jaar tijd bij de ING. Mm-hmm. Volgens mij hebben ze me 4 jaar gegeven. Dus 4 jaar tijd 7000 euro aflossen. Heeft mijn vriend gewoon echt Excel sheets erbij gepakt, mijn hele inkomen erbij gepakt. En ze zegt dat betekent dat jij 36 euro per maand hebt. 36 euro per maand om te leven. Om te leven. Dus dat was echt met mijn sportabonnement er vanaf. En auto had ik niet. Ik had geen auto. Je was 24 dan. En met een diep bloei van je leven. Toen ik 24 was, ik ging op stap. En dan gaf ik dat uit als ik een rondje gaf. Hè, wat jij, hè, dus hoe heeft je dat... hoe lollig was het nog?
Ja, alles behalve lollig. Nee, ja. Echt alles behalve lollig. Maar ik ben heel goed in façades, dat weet ik gewoon. Ik kan hier ook heel blij tegenover jullie zitten, terwijl ik misschien van binnen diep ongelukkig ben. Mm. Dat wist ik toen altijd heel erg goed. Ik deed alsof ik de blije, vrolijke jongen was. Niemand had dit in de gaten, daar ben ik heel eerlijk in. Niemand wist dit probleem. Mijn vriendin ook niet, dus ik heb het haar pas na 4 jaar durven te vertellen. Ja, dus het is wel een heel ander principe daarin. Ja goed, en dan is €36 alles behalve lollig. Waardoor ik dus besefte, want ik gaf juist graag geld uit, want dat was mijn verkeerde gewoonte. Ja. En als mijn vriend jarig was, had ik maar €36 om uit te geven. En deed wel heel veel pijn. Ja, dat deed echt heel veel pijn. Waardoor ik gewoon dacht, oké, ik werkte part-time als fysiotherapeut. Nou, de eerste vraag wat je gaat vragen is, kan ik meer werken? Ja. Fysiotherapie is wat lastiger, want dan moet je gewoon patiënten uit de lucht gaan plukken. Ja, dat gaat niet. En ik ga niet mensen neerslaan op straat en zeggen, oh, je hebt pijn, je moet niet bij mij meekomen. Dat doe ik ook niet. Ja. Dus ik ben gewoon op gaan zoeken, wat kan ik naast mijn baan doen? Ja, dan kwam ik op het woordje side hustle. Dus eigenlijk een zijinkomen langs je hoofdinkomen. Daar begon ik een beetje dat woordje te begrijpen. En dat woordje heb ik heel vaak opgezocht op YouTube. En daar kwam ik gewoon verschillende modellen tegen. Die je dus kon doen langs je baan. Nou goed, ik had dus inderdaad ook wel kunnen denken van, ik ga dan ergens een andere fysiotherapiebaan zoeken. Dat is vaak het meest commentaar wat ik krijg als ik dit zeg. Van ja, waarom ga je niet de tweede fysiotherapiebaan gaan zoeken? Omdat ik wel al merkte dat het echt een hele theoriebasis gerelateerde business eigenlijk is. En ik ben heel erg van de praktijk. Zo merkte ik, de gesprekken met de patiënten vond ik top. Laat me dat maar 3 uur doen. Maar in iemands nek een half uur zitten, of aan de onderrug zitten, terwijl de persoon 50 kilo overgewicht had. Nee, daar werd ik echt niet gelukkig van. Nee. Ja, toen ben ik gewoon wat gaan lezen. Ik ben ook wat boeken gaan lezen wat hier eigenlijk staan. Ik ben gewoon een beetje gewoon gaan kijken, wat is er dan nog meer? Ja, en toen kwam ik eigenlijk dus achter het businessmodel dropshippen. En dat doe ik op de dag van vandaag nog steeds. En mijn doel was ook gewoon puur, dit ga ik doen ter aanvulling van mijn inkomen. Ja. Alleen het grappige is, waar aandacht gaat, groeit, dat alles wat aandacht groeit. En dat is bij mij echt wel gebeurd, omdat wij een coronaperiode kregen. Ja. 6 weken thuis gezeten als fysiotherapeut. Dan heb ik nog maar 1 ding te doen, dropshippen. Dat is eigenlijk wat ik deed. Neem ons even heel kort mee, wij weten wat het is, maar wellicht sommige kijkers, luisteraars niet. Heel kort, wat houdt dropshippen in? Ja, dropshippen is eigenlijk het basismodel in dat jij geen voorraad behoudt. En jij gaat eigenlijk pas versturen wanneer de klant betaald heeft. Dus er is geen voorraad eigenlijk, vindt er plaats. Neem een voorbeeld, toen ons huis gekocht hadden, ging ik naar de Hero, dan ging ik naar de Goossens. En dan zei ik van, die bank is heel erg mooi. Mm-hmm. En toen zeiden ze van, dat kan, maar die hebben wij niet op voorraad, die kun je nu betalen. En dan komt hij hier en dan kun je hem komen ophalen. Dat is eigenlijk ook een vorm van dropshippen. Ja, weten veel mensen niet, hè? Dat inderdaad grote bedrijven dat doen. Grote bedrijven doen dit echt. Dat is een heel oud businessmodel. Ja. Dit is echt een heel oud businessmodel. En ook een heel goed businessmodel. Want in principe, de klant weet ook bij de Goossens, 6 weken op een bank wachten, kan wel. Ja. Ja, dat is, die mentaliteit hebben we. Ja. Er zijn natuurlijk wel bedrijven, bol.com, Coolblue, Amazon, H&M, gekomen die dat geëlimineerd hebben. Want vroeger had je de Weekamp catalogus, dan moest je ook aanvinken wat je graag wilde hebben. Ja. En dat duurde ook weken voordat het was. Ja. Dat was ook dropshippen. Ja. Dat is een beetje hoe het gewoon werkt. Jij bestelt iets bij mij, ik neem het geld in ontvangst. Dit geld gebruik ik om de goederen te bestellen en laat ik direct bij jou leveren. Ja. Heel simpel. Ja, simpel, maar jij gaat maar eens doen. Maar hoe heb je jezelf daarin onderwezen? Hoe start je? Een hele goede vraag. Hoe start je is 9 van de 10 keer gewoon starten. Dat gewoon doen. Want eigenlijk als je aan alle grote multinationals gewoon vraagt van hoe ben je begonnen? Ik ben begonnen. Grappig. Dit horen we echt, dit horen we eigenlijk constant terug. Gewoon doen en ik denk dat echt onderschat wordt. Alleen maar, want we maken het zo complex. Want als jullie nu waarschijnlijk dropshipping gaan opzoeken, bijvoorbeeld YouTube. Je ziet 500 mensen die wat vertellen. Ja. Dit maakt het zo complex dat ik echt, dat je gewoon niet meer weet. Ja. Dat was mijn probleem ook oprecht, mijn eerste jaar dropshippen. Elke euro die ik extra verdiende met fysiotherapie, want soms had je natuurlijk de zomers, kon ik wel wat meer werken, vakantiedagen, kon ik meer werken. Elke euro die ik extra daar verdiende, ging weer gewoon terug in mijn dropship business, in cursussen en weet ik wat allemaal. Ja. Ik was echt een cursusmaniac. Ik heb zoveel cursussen gekocht, dat is eigenlijk niet normaal. En dat was mijn valkuil. Dat is al een van mijn valkuilen. Ja. Te complex maken, waardoor ik dus niet goed startte. Waardoor ik dus eigenlijk constant niet wist wat ik aan het doen was. Want de een vertelde ga links en de ander vertelde rechts. Ja. En ik heb gewoon na een tijdje, na een half jaar al die cursussen ervoor, heb ik besloten, ik ga 1 persoon benaderen die hier succesvol is. En ik heb gewoon gezegd tegen mezelf, ik ga 2 maanden lang alles doen wat diegene zegt. Ja. En toen is het eigenlijk, heeft het momentum gekregen. Ja. Tof. En dat is denk ik wat nu de luisteraars en de kijkers gewoon heel belangrijk voor ze is.
Als jij gewoon weet dat iemand succesvol is met een strategie, en gewoon met een strategie, volg hem tot op de centimeter. En ik coach ook wel wat mensen en het hele grappige is dat ik zeg van nou, we gaan niet meteen op de eerste dag een Facebook pagina, we gaan die niet meteen opwarmen en meteen ads runnen, wacht eventjes één dag. En wat doen ze? Ze wachten niet en dan gebeurt weer het verkeerde. Ja. Ja. En wie heeft het dan gedaan? Ik. Terwijl het is heel typerend hoe dit gaat. Ja. Ja. Kijk, dat is ook wel een mooi model van vroeger, hè, hoe je vakmeesters had die ook jaren al actief maar, hè. Ze zeggen dat heeft 10.000 uur nodig voor ergens expert in te worden. Nou, ik denk misschien met de hoeveelheid video's, hetgene wat je allemaal hebt gevolgd, dat je inmiddels een expert bent geworden. Maar dan zie je ook van, oké, ik heb misschien die expertise, alleen die toegepaste kennis, die is uiteindelijk waardevol als je het gaat doen. Dus je zegt zelf, nou, dat zet je nu zelf ook in om anderen te leren. Misschien daar dadelijk wat meer over, maar hoe ging jouw succes? Was dat van één keer van 0 naar 100? Mm. Of zeg je nou, dat heeft een aanloop gehad? Goeie vraag. Heeft wel een aanloop gehad, maar ik ben er wel eerlijk in. Ik denk dat ik het in een bepaalde snelheid heb ervaren, wat niet gezond is. Ja. Dus ga het niet, voor de kijkers en luisteraars, ga het niet denken dat dit een normale vorm is van business doen. Nee. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Dat is ook mijn hele grote struikelblok geweest. Wat je vaak ziet, is dat ondernemers gaan beginnen. En als zodra ze momentum en succes hebben, gaat de omzet in een hockeystick. Dus eigenlijk de businessgroei gaat in een ouderwetse hockeystick. Ja, ja. En eigenlijk wat vroeger was een lineaire groei. Ja. En vaak zag je dat de lineaire groei ook de tijd van de ondernemer was. Dus de ondernemer werd ouder, leerde mensen kennen en eigenlijk waren ze veel stabieler. Ik was niet stabiel op dat vlak. Ik verdiende mijn eerste miljoen, terwijl ik eigenlijk gewoon maar, wat zouden we zeggen, 30 mensen personeel had op ZZP-basis. Ja. Dat ik eigenlijk dacht van, hoe moet ik dit in godsnaam handelen? Ja. Wat komt hier allemaal bij kijken? Precies. En dat is een beetje wel verkeerd geweest, maar hoe ik het wel heb gezien is dat mijn eerste 6 maanden heb ik heel veel geprobeerd. En wat je een hele stomme fout. Ik dacht gewoon, als ik 1 euro in de Facebook advertenties gooi, dan krijg ik er 1,10 euro voor terug en ik ben winstgevend. Zo dacht ik, want dat had ik gehoord, van als je 1,10 euro terugkrijgt, dan klopt het. Vergeet je de productkosten? Oh shit, dat ben ik ook inderdaad vergeten. BTW? Ah, ben ik ook vergeten. Ja. Wat bleek? Ja. Je moet zelf nog wat verdienen. Wat bleek? Ik was dus alles behalve winstgevend. Nou, daar heb ik weer natuurlijk mijn vriendin weer eventjes gevraagd, schat, hoe moet ik dit in godsnaam inzichtelijk brengen? En zij had dus inderdaad een Excel-lijst gemaakt en zij zei, je hebt een nog groter probleem gecreëerd. Jij moet nu 4.000 euro of aan de Belastingdienst betalen, of je hebt nog 4.000 euro productkosten openstaan. Dus ik had eigenlijk gewoon 4.000 euro had ik nog, maar eigenlijk stond ik 8.000 euro in de schuld. Dus ik denk, dat is zo stom wat ik heb gedaan. Dus ik dacht, oké, wie kan ik boos maken? De klanten of de Belastingdienst? Dus ik dacht, de klant kan ik wel handelen. Dus dan gaan we de Belastingdienst doen. Ook een hele stom fout geweest. Dus ik heb de Belastingdienst betaald. Maar 4.000 euro aan klantenorders. Nou, laten we zeggen, het waren 100 orders. Ja. 100 orders had ik het geld niet voor om te versturen. Nou, ik als een malle alle klanten gemaild, persoonlijk. Van shit, sorry, foutje gegaan. Mm-hmm. Het logistiek systeem. Grootste bullshit ooit natuurlijk opgeroepen. Ja, ik kreeg dus gewoon voor de eerste keer zelfs aangiftes in de deur. Ja. Echt fysieke aangiftes, omdat ik de orders niet verzonden had. Ja. En ik wist niet wat me gebeurde. Ja, dus ik weet nog dat mijn vriendin en ik in bed lagen en ik heb best wel snel last als ik stress heb. Mm-hmm. Dan zit ik echt in mijn hoofd en dan voel ik dat in mijn nek, voel ik het heel erg, mijn hartslag gaat omhoog. Ik kon niet slapen. Ja, en zij lag naast me en zegt ze, ik voel je energie, er is echt iets niet gaande. Ik zeg, ik zit zo in mijn maag met die klanten. Zegt ze, je moet het gewoon echt inzichtelijk brengen en vanaf morgen gewoon nu de focus kan hebben dat je die klanten kan gaan helpen en ook eindelijk gewoon winstgevend gaat worden. Ja. En daarin merkte ik inderdaad, oké, daar is de switch een beetje in gekomen. Niet per se daarmee 1.000 euro's dan meteen ging verdienen, maar de maand daarna, dat ik echt dacht dat ik winstgevend was, was ik ook echt winstgevend. Ja. Klanten kunnen afbetalen, ook alles moeten refunden eigenlijk. Nou, de winst van de maand daarna was dus ook weg. Ja. Maar vanaf die tijd ben ik veel secuurder eigenlijk gaan. Was dat dan ook het eerste succes? Want je hebt echt eigenlijk tegenslag na tegenslag gehad. Hè? Dan ben je 6 maanden bezig. Nou, ik denk menig mens was al gestopt als je zowel aangiftes als de belastingdienstbrieven binnenkreeg en met stress wakker ligt. Ja. Jij bent doorgegaan. Wat was dat eerste succes voor jou? Neem ons eens mee naar dat eerste moment dat je nu denkt van, dat moment dat nu heb ik iets te pakken en nu gaan we echt om een positieve reden door. Want je bent eigenlijk doorgegaan
door negatieve redenen, omdat je eruit moest komen. Ja, ik denk dat heel veel dropshippers dat gewoon echt herkennen, de eerste sale die je maakt. Dat is zo typerend, die eerste kaching van de Shopify app, die is zo typerend, dat is niet normaal. Ik weet nog inderdaad dat ik had geen auto, dus ik moest altijd op de fiets, moest ik altijd naar de fysiotherapiebaan en dat was best wel een flink stuk fietsen. Mm-hmm. En ik had dan altijd een podcast opstaan of wat dan ook. En ik had dus de avond ervoor ingesteld dat om 8 uur 's ochtends de advertenties in zouden gaan. En ik moest werken om 9. En ik weet nog dat ik inderdaad van die fiets afstapte en gewoon door de oortjes de kachin hoorde. En ik dacht, wow, what the fuck was dat voor een geluid? Ik had het geluid eigenlijk nog nooit eerder gewoon gehoord. Dus ik opende inderdaad mijn telefoon en ik, oh mijn god, en ik had ook echt gewoon meteen een oordeel van €300. Dus ik denk, what the fuck is dit? Ik heb al geld verdiend voordat ik begin met werken. En toen dacht ik, wauw, ik heb die dag, ik weet niet, ik hoop dat ik alle patiënten goed heb behandeld. Ik was zo euforisch, dat wil je niet weten. Ja. Ik was zo happy. Ja, dat kun je niet meer, dat kun je niet meer om afpakken op dat moment. Ja. En ondanks dus dat die eerste maanden wellicht, of die eerste paar maanden verliesgevend waren, gaf dat alsnog voor jou het positief momentum om door te gaan? Ja, ik denk dat gewoon heel erg handig is als je begint met ondernemen. Zorg dat je proof of concept krijgt. Mensen zeggen altijd tegen mij, ik heb zo'n mooi idee. Ja, maar het is niks in de uitvoering. Dus zorg gewoon dat je proof of concept hebt. Zorg dat je iets hebt staan. Zorg dat je gewoon echt kan zeggen, bijna. Zij voor, ik moest echt vroeger naar de bank gaan. Dan moest je echt laten zien, kijk, ik heb iets wat werkt. Ik heb gewoon één geld nodig. Ja. Lucht verkocht niet. Ja. En dat hebben we dus nu wel gewoon gedaan met de dropshippen. Proof of concept is er. Ja. Je weet gewoon dat het werkt. Ja. Maar hoe het werkt, dat moet je nog uitvinden. Maar je weet dat het werkt. Ja, en hoe het beter kan werken. Ja. Juist. Ja, heel vet. Ja. En vervolgens, hè, dus dat is dat eerste succes, dat laat je doorgaan. Ik weet, hè, dat is uitgegroeid tot waar we nu zijn. Neem ons even mee van, oké, ik denk dat de luisteraar dat ook graag hoort van, hè, we hebben het over sales, we hebben voor een paar honderd euro hier, een paar honderd euro daar. Wanneer was nou dan het eerste moment dat je zei van, oké, dit is wel iets serieus. Dit is niet hetgeen wat mijn schulden gaat aflossen. Dit is hetgeen waardoor ik wellicht dat leven kan leven wat ik misschien over 10 jaar hoop te bereiken. Ja, goede vraag. Wat ik daarmee heb gemerkt, is eigenlijk, ja, voor mij is het echt een blessing geweest, corona. Het is echt een hele grote blessing geweest. Ik denk oprecht dat het een hele grote blessing voor de hele wereld is geweest. Stukje reflectie, een stukje stilstaan. Dus voor mij was het ook gewoon letterlijk, ik moest gaan stilstaan. Want mijn baas zei, ik weet het ook echt heel erg goed. Ik vind het ook echt heel jammer gewoon voor mijn werkgevers toen de tijd. Want fysiotherapeuten zijn echt vakgek, hè? Dat zijn echt vakgekkies. En mijn baas was echt een vakgekkie en die zat gewoon met tranen in zijn ogen te vertellen tegen mij. Voor de eerste keer in 50 jaar tijd moeten we dicht. 6 weken gaan we dicht en ik moet mijn personeel naar huis sturen. Je mag hier ook niet zijn, want de zorgverzekeraar ziet het ook heel erg moeilijk als je er ook echt aanwezig was. Want als je een consult wil declareren, gaat niet gebeuren. Dus ja, ik moet 6 weken naar huis. Dus ik ging gewoon thuis zitten en mijn vriend was ook naar huis gestuurd met de baan. Maar ja, zij kon thuis werken. Dus ik denk, ja, oké, dan gaan we de 6 weken gaan we al in dropshippen. Ja. En ik denk dat mijn vriend, ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn vriendin echt zei, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar ik hoor je gewoon tot beneden typen. Zij zat beneden en ik zat boven. Nee, sorry, zij zat boven en ik zat beneden. Echt te rammen op dat toetsenbord. En zodra zij om het uur een pauze pakte, nee, ik zei gewoon, nee, ik ga gewoon echt door. Dus ik heb ergens een bezeten gewerkt. En welke drive zat dat achter? Ik weet het niet, maar ik vond gewoon dropship ook echt heel erg leuk. Ja. Dus wat ik gewoon had afgesproken toen ik nog werkte en we nog open waren, had ik gewoon gezegd, ik wilde altijd de woensdag vrij hebben. Dus ook al moest ik invallen voor een collega of wat dan ook, ik pakte altijd die woensdag voor mezelf. En die woensdag was ik altijd aan het dropshippen. En nu dacht ik, wauw, het gaat fulltime woensdag zijn. Ja. Het gaat fulltime woensdag zijn. Het gaat 6 weken lang woensdag zijn. Echt, dat was zo tof. Dus ik dacht, oké, elke dag gaat nu woensdag zijn. Dus zo had ik dus inderdaad, ik wist gewoon hoe dat gevoel was om lekker aan mezelf te werken, lekker aan de business te werken. Ja ik heb gewoon 6 weken als een bezetene gewerkt. En ik weet volgens mij ergens rond april, mei was dat eigenlijk, die zware lockdown eigenlijk kwam. Ook een heel mooi voorjaar, maar dat bracht dus een kans voor mij mee. Ja, dat is mijn sneaky truc geweest om gewoon goed producten te verkopen. We kregen last van muggen bijvoorbeeld, we kregen last van ongedierte. En dus allemaal die nu.nl ging allemaal schrijven, oh, we hebben vroeg muggen vanwege het goede jaar. En toen dacht ik van oké, als nieuws dit aan het vertellen is, dan gaan mensen dit heel goed begrijpen als ik muggenproducten ga verkopen, toch? Ja. Dus ik zocht gewoon op muggenproducten en dan kwam ik een anti-muggenlamp tegen. En dat was ook echt een vreselijke video. Dat was alsof het een of andere stofzuiger was die alle muggen van je kamer zou moeten afzuigen. Dat gebeurde niet. Maar ik merkte dus gewoon, als ik die nieuwsartikelen in mijn copywriting van mijn website plaats, dan denken mensen, oh ja, wacht, dat heb ik ook al eens een keer gelezen. Deze website verkoopt dus het product wat nu.nl eigenlijk zegt wat ik moest hebben. En dat gebruikte ik in mijn hele marketing eigenlijk. Ja, en ik weet dat ik dus de hele week daaraan heb gebouwd, de hele dag gewerkt, de hele week gewerkt. En ja, 5 weken lang heb ik dat product kunnen runnen. Ja, en in die 5 weken heb ik gewoon €200.000 verdiend. En dat was in die 5 weken.
En toen dacht ik, oké, de sky is niet de limit, maar mind is the limit. Mijn tijd is de limit. Ja. Ik moet dus nu meer tijd gaan kopen. En daar dacht ik van, oké, ik moest weer terug gaan werken als fysiotherapeut. Ben je dat gaan doen? Zijn die 6 weken niet de lockdown, daarna ben je nog even terug? Ik ben meteen gewoon terug gaan werken. En wat gebeurde? Ja, je omzet gaat gewoon. Dus eigenlijk die 2 ton was eigenlijk na een paar maanden gewoon weer echt weg. Omdat ik dat allemaal gebruikte om weer gewoon van alles wat te testen. Het werkte gewoon niet. Ja. Toen dacht ik van, ja shit. En toen heb ik gewoon mezelf beloofd in 2020 zeg ik dus inderdaad rond kwartaal 4. Dat is het beste kwartaal voor online marketing. Dus ik dacht gewoon, oké, in kwartaal 4 van 2020 ga ik gewoon all in op dropshippen langs mijn fysiotherapiebaan. Ik ga echt gewoon mensen aannemen om te kijken of zij ook wat voor mij kunnen betekenen. Want ik moet gewoon stoppen met mijn baan. Ik wilde gewoon heel graag stoppen. Ik wilde echt, want ik voelde al proof of concept. Ja. Die had ik al. Dus ik wilde heel graag gaan stoppen. Maar ik moest heel veel gaan werken. Want in die feestdagen, echt iedereen wil die zorgverzekering opmaken. Ja. Iedereen heeft die behandelingen over. Ja. Het werd zo druk dat ik zoveel ging werken. En ik irriteerde me, want mijn dropship business ging alleen maar omlaag, omlaag, omlaag. Ja. En daar heb ik gewoon 1 ding heel slim gedaan. Doelen gesteld voor dat kwartaal 4. Daar materialistische dingen aan gekoppeld. Vision board gemaakt. Ik wilde mijn eerste Louis Vuitton portemonnee halen. Ik hoorde altijd dat dat zo'n heel mooi ding was. Ik wilde die eigenlijk altijd heel erg graag hebben. €300. Die wilde ik heel graag hebben. Maar ik had nog nooit een auto gehad. Nog nooit. Ik wilde gewoon heel graag een auto. En misschien moeten we het een keer in beeld brengen wat voor een oude auto ik heb gereden. Ik heb een auto gekregen van mijn vriendin uit 1986. Dus dat ding was gewoon 10 jaar ouder dan ik, in ieder geval bijna 10 jaar ouder dan ik. Ja. Ja, ik kwam gewoon al met rugpijn aan op het werk. Dus eigenlijk moest ik eerst behandeld worden. Dat was niet normaal wat voor een auto ik heb gereden. Laat hem even zien nu hierboven weer. Dus ik schaam me nog steeds, maar het heeft me wel gebracht naar hoe ik nu ben geworden. Want ik weet wel auto zie ik nu wel eens echt iets waardevols. Want het is veel fijner om een langere rit in een comfortabele auto te rijden dan in zo'n kloofde auto. Dat is nu wel de toegevoegde waarde. Ja. Ja. Dus auto had ik echt als vision opgeschreven, als achtergrond van mijn telefoon en van mijn laptop gedaan. Ja, en eigenlijk heb ik dus die auto toen in dat kwartaal gewoon verdiend. En toen dacht ik, oké, ik ga die auto halen. En met die auto ga ik mijn ontslag indienen. Het is misschien een beetje controversieel. Dus mijn bazen, die kwamen aan en die zeiden, what the fuck heb jij van auto gekocht? Jij bent toch fysiotherapeut, die met altijd een zeuren om meer uren. Wist je dat je dit deed? Nee. Dus opeens dachten die ook van, what the fuck. Ja. En ik weet nog, we hadden zo'n aan deze tafel een overleg. Dat deden ze iedere maand. Ik ben een hele emotionele jongen, dus ik dacht, shit, ik ga je denk toch wel vertellen dat misschien dit mijn laatste maand gaat zijn. Ja. En toen dacht ik van, nee, ik ga het toch niet vertellen. Dus ik ben weer terug naar huis gegaan en mijn vriend zei ook van, je moet die pleister ervan aftrekken. Ja. Je moet gewoon 1 keer durven te vertellen. Dus toch teruggegaan en ik gewoon gezegd, nee, ik moet toch echt iets vertellen. Hij begon zo hard te huilen, dat ik echt gewoon zei, ik vind jullie werk zo mooi, maar ik voel gewoon dat ik gewoon hier niet meer terecht zit. Want ik vind het ook niet eerlijk voor de patiënten. Ja. De patiënten voelen ook dat ik niet meer... Als je met je hoofd bij je business bent en je hoort de kachings en je zit er iemand te behandelen. Snap je? En ik weet nog dat inderdaad dan ook mijn BIG-registratie moest verlengd gaan worden. En dan moet je voor gaan studeren, dan moet je punten voor halen. Nou, als ik 1 scheidtekel heb, is dan studeren. Nou, dat ging dus ook niet worden. Dus ik zei van, dat gaat jullie ook heel veel geld kosten. En zo heb ik het eigenlijk een beetje gebracht. En mijn baas waren ook heel emotioneel en die zei eigenlijk van, Jasper, we zagen eigenlijk al heel lang in jou. Jij gaat hier niet lang zijn. Ja. We zagen al heel lang, jouw potentieel ligt heel ergens anders. En ze zeiden, je hebt ons altijd geïnspireerd in dit soort gesprekken. Had ik namelijk ook met mijn bazen. Ja, dus die zeiden ook van, je inspireert juist ons daar ook gewoon mee. Om buiten de boekjes te denken. Ja, jij moet ergens anders gewoon zijn. En dat is gewoon eigenlijk hartstikke prima. Ja, en dan merk je echt van, oké, alles wat aandacht groeit. Volledig gewoon business gaan doen. Ja, 2021 is gewoon mijn gekste jaar ooit geweest. Ja, dat zie je dus gewoon wanneer je dus echt volledig committed bent. Ja, is mijn leven. En voor die volledig committed hebben, ik hoor je een paar gesprekken over we. En je liet al even tussen neus en lip vallen, 30 man had je op een gegeven moment. Of heb je, weet ik niet. Mm-hmm. Wat kwam eerder? Ben je eerst volledig zelf erop gaan focussen? Eerst volledig zelf vrijgespeeld. En vervolgens, hoe snel kwam daarna dan dat je zegt van ja, zelfs die 40, 60, 80 uur misschien wel die ik zelf heb. Mm-hmm. Die fulltime woensdagen zijn niet voldoende. Ik heb hulp nodig. Wanneer kwam dat moment? Goede vraag. Dat was inderdaad in dat kwartaal dat ik wist van ik wil eigenlijk die auto heel erg graag verdienen. Mm-hmm. Ja, wat voor mij gewoon heel erg goed heeft gewerkt, is dat ik gewoon jongens in mijn hele directe omgeving het wereldje een beetje liet zien. Van ja, kijk wat ik doe. Ja. Dit is wat ik echt... Ik denk dat dit echt nog harder kan gaan. Ik verdiende toen maar zeg maar 2, 3, 4k netto met de dropship. Dat was ook echt al goed geld. Maar ik wist gewoon in mijn hoofd, ik ga 6 maanden
maanden lang iets bij elkaar bouwen dat ik voor 6 maanden lang kan overleven. Dus ik had in mijn hoofd, ik moet gewoon 40.000 euro netto, wil ik gewoon verdienen. Dus ik zei, ik heb jullie hulp gewoon nodig om dat in een kwartaal tijd gewoon te doen. Dus toch 10k per maand, 15k per maand, daar heb ik hulp bij nodig. Ja, de jongens zeiden, daar is wel geen probleem bij zitten ook. Nu gewoon thuis met hun thuiswerk, af en toe een beetje copywriting doen, geen probleem. En daar heb ik ook gezegd, we kunnen nog niet over geld spreken, maar wie weet als ik na het kwartaal gewoon ik mezelf vrij kan kopen en dat ik gewoon echt vrij ben, dan gaan we er als eerste naartoe werken, dat jullie ook kunnen stoppen bij jullie buizen. Ja. Dat was dan het volgende doel geworden. Dus toen zij zeiden, wow, oké, dan gaan we eerst zorgen dat jij vrij bent en als wij dan kunnen, boah, dat zou wel heel... Geloof. Dit waren jongens die waren gewoon cum laude geslaagd in de Tilburg Universiteit, die hingen daar met de pak, hingen ze op in de Hall of Fame, dat waren echt hele slimme jongens. Ja. Ja, en ik heb deze jongens nodig, omdat zij hierboven heel erg statistisch zijn, heel erg slim. Ja. En ik had altijd mis deed, numbers. Ik was zo slecht. En daar had je vriendin voor. Maar precies, maar mijn vriendin kon dat niet bijbenen met die niveaus. Dat ging gewoon, niet. Ik had gewoon iemand die echt fulltime, elke dag inkoop, verkoop, marketing, alles bij elkaar gedaan. Ja, we hebben vandaag 100 euro verdiend. Dat moest ik gewoon weten. Ja. Want dat deed ik gewoon niet. Ik deed het 1 keer per maand. Dat ging nu naar een niveau. Ja, is wat te laat op dat soort schalen is natuurlijk te laat om te horen. We zijn verlies aan het maken maandenlang. Juist. Als je op de schaal werkt. Juist. Ja. Ik heb dus mezelf vrijgespeeld en volgens mij februari was dan de andere persoon die was eerst en de andere die vanaf 1 mei. Daar zit ook hun, persoonlijke drempels. Want 5 maanden daarvoor waren ze nog gewoon voor de baas aan het werken en opeens 5 maanden tijd moesten zij en ontslag nemen en kwamen ze in een miljoenenbusiness terecht. Nou, die hebben mentaal helemaal een rollercoaster gehad. Want over cijfers gesproken, want hoe liep dat dan uit de handen in 2021? Is dat het jaar dat je bijvoorbeeld ook je eerste miljoen omzet hebt gedraaid? Ja, wat gebeurde was dan dat ik in 2020, dat kwartaal, heb ik dan 40.000 euro verdiend. Mm-hmm. Netto, dus dat was een omzet volgens mij van 2 ton. Waar ik heel blij mee was, maar ik wist, oké, die 40.000 euro heb ik meteen weer aan die auto uitgegeven. Dat was dan misschien niet het slimme, maar ik was heel goed geld uitgegeven. Maar ik had die auto, dat was gewoon mijn, de kers op de taart. Dat was mijn beloning voor mijn harde werk. Dus dan dacht ik van want ik wist gewoon, de maanden hierna gaat niet minder dan die 40.000 zijn. Dus januari 2021, eindelijk volledig ondernemer. Ik heb ook meteen een kantoor eigenlijk gehuurd, want ik had thuis een hele slechte werkplek. Kantoortje genomen, de jongens ook op kantoor gezet, dat ze daar in de avonduren lekker wat konden werken. En volgens mij in januari deden we inderdaad meteen 3 ton in een maand. Normaal deed ik dat per kwartaal en dat deed ik dan eigenlijk inderdaad in die eerste maand. Ja, in de tweede maand was het 6 ton en in de derde maand was het 1,2 miljoen. Zo hard ging het eigenlijk. Ja. En dat compounde gewoon constant, waardoor ik eigenlijk gewoon van 40.000 euro net profit naar echt 40.000 euro profit per dag ging in 3-4 maanden tijd. En wat doet het met je als je van een x aantal k in de schulden naar dat soort bedragen gaat? Wat doet dat met je als mens? Ik denk dat ik was zo euforisch, dat wil je eigenlijk niet weten. Dat heeft gewoon mentaal, moest ik echt gewoon ook af en toe een stapje terug gaan nemen om daarin te gaan kijken van oké, is dit wel realistisch wat dit is? Leef ik in een bepaalde droom? Leef ik in een bepaalde bubbel? Ik denk dat voor mij mentaal, ben ik er goed doorheen gekomen, dat denk ik wel. Dat komt omdat ik meteen met dit soort mensen als jullie meteen wel ging omringen, dat ik dacht van oké, ik kan je meteen meer reflecteren. Ja. Want als ik heel eerlijk als ik thuis kwam en ik vertelde het tegen mijn moeder, en die gaf hem bijna een klap. Die zei wel, pardon. Die snapte dit gewoon totaal niet. Dus ik ben gewoon echt meteen gaan denken, oké, wat doen succesvolle mensen? Die omringen zich met succesvolle mensen. Ik ben meteen naar seminars, webinars. Ik heb geïnvesteerd in coaches om mijn mentaal te helpen. Dus niet op business-wise, maar gewoon mentaal heb ik meteen hulp gezocht. Gewoon eigenlijk meteen. En dat heeft me eigenlijk wel heel veel goed gedaan tot op de dag van vandaag. Ja. Ja. Maar hoe ging jouw directe omgeving daar inderdaad mee om, vrienden? Positief? Of toch ook afgunst wellicht een beetje? Op het begin deden ze er gewoon echt wel heel grappig over. Ik weet nog dat we een biljartavond hadden op mijn verjaardag. En toen was ik een beetje aan het dropshippen. En daar had ik ook die kachings aanstaan. Ja. En dat echt gewoon twee vrienden gewoon tegen me zeiden. Jasper, kun je nou niet gewoon iets normaals gaan doen? Zo zeiden ze, kun je niet gewoon iets normaals gaan doen? What the fuck? Want ik had mijn eerste website was ook echt gericht op bijvoorbeeld dieren. Want ik was gewoon echt hondenfan. Mm-hmm. Dus ik was hondenriempjes aan het verkopen. En ik vond, het liep ook echt heel erg goed. Niet dat mijn marge daar toen heel erg goed was. Maar dat was mijn eerste website waar ik lekker wat tractie mee had. Ja. Dus ik was iedereen aan het laten zien van kijk, dat is ook handig, een autogordel voor de dieren als ze in de auto worden vervoerd. En die zeiden, Jasper, what the fuck, je bent fysiotherapeut, doe normaal. Ja. Achteraf denk ik inderdaad dat ze nu gewoon denken van, oh, dit is wel heel intens. Want ik ben natuurlijk 3 dagen geleden was ik jarig. En dan zie je altijd in de brieven van de vrienden die ik krijg, in de kaarten, van de groei die we met jou hebben gezien.
intens. En daar heb ik ze altijd in meegenomen, ja. Maar ik heb ze ook nooit verplicht van, kijk buiten jouw boekje, kijk ja, allemaal, want ja, nee. Niet iedereen is klaar daarvoor. Dus ja. Ik ga er geen energie in steken. Ja. Wil je mee inspireren, wil je mee liften, mag dat, kom lekker meedoen. Maar ik ben niet hier om jullie te veranderen. En ik denk dat dat nu gewoon nog steeds, dat krijg ik nog steeds, je bent nog steeds jezelf gebleven. Je bent nog steeds gewoon relaxed geweest, je bent nog steeds die guy die nog steeds gewoon ook kan genieten wanneer we gewoon met z'n allen aan een paasontbijt zitten. Voor mij hoeft het niet allemaal Dom Pérignon te zijn, ja. En weet ik wat allemaal. Dat ben ik dus totaal niet geworden, omdat ik ook een stukje ouder ben. De jeugd die deze businessmodellen doen, die hebben een nog gradere mentale switch. Want jij bij je 21 en je verdient bijvoorbeeld een miljoen. Ja, dan ga je heel anders spenden dan een kerel zoals ik, 28, die familie heeft, gezin heeft en verantwoordelijkheid heeft. Een vriendin heeft die ook heel goed met cijfers is. Ja, ja. En dat tegenovergesteld natuurlijk ook kent. Hè? Dus ook weer waar je zeker niet terug naartoe wil. Ja. Hoe sustainable is het verdienmodel? We zijn nu toch een dik jaar later, 2021 je sprak zelf, hè? Was een topjaar. We zitten nu in 2022. Kan ik daarom proeven van dat het toch minder is of minder schoon? Ja, kijk, overal, elke business verandert. Alleen sommige businessmodellen heel langzaam en sommige heel snel. Ik bedoel, als ik kijk naar de overheid, zie ik ook als één business, die veranderen bijna niet. Het verandert heel langzaam. Dus voordat wij voor het belastingstelsel nu af zijn, duurt jaren. Dat is ook 30 jaar opgebouwd, het duurt een jaar om af te bouwen. Dropshippen, niet. Dat kan echt letterlijk dat er morgen iets uitkomt dat echt gewoon heel dropshipland op zijn kop zet. Dat heb ik nu. Ik denk 6 keer of 7 keer ervaren. Mm-hmm. En de eerste 3 keer, daar is waar de grootste mentale barrières komen. Want dan weet je, ik weet nog dat heel goed dat mijn business 1,2 of 1,4 miljoen deed een maand mei. En in juni kwam de iOS-update. De hele bekende iOS-update, dat gewoon echt Apple gaat geen zeggen. Alle gebruikers hebben recht op privacy, fuck Facebook. Dat zijn letterlijk Apple. Nou, ik spende gewoon 5 ton per maand aan Facebook. Dus ik denk, shit, daar gaan we. En inderdaad, letterlijk 1 juli dat die dus inging, mijn hele business lag op zijn kop. Ja. We deden in plaats van, ik weet nog dat we van 85.000 euro per dag naar 22.000 gingen. En toen dacht ik, what the fuck is nou aan het gebeuren? Want ik had net liggen schade met mijn bedrijf. Ja. 43 man aangenomen in 2 maanden daarvoor. Denk ik, what the fuck gaat het? Nou, juni komt wel, komt goed. Nou, juli geweest. Nee, we hebben nog wat reserves, kan wel. Augustus kwam aan. Ooit gaat het wel veranderen. Nou, toen was volgens mij oktober, toen heb ik echt gewoon drastische keuzes gemaakt. Ik verdiende 40.000 euro, maar dat ging ook weer af aan de teamkosten. Dus opeens was ik zelf 0 euro aan het verdienen. Ja. Ja, en dat heb ik wel heel vaak gemerkt. Alleen wat daar heel typerend is aan bijvoorbeeld online bedrijfsvoering, maar vooral echt dropshippen, je moet gewoon adaptief zijn. Ja. Ga weer eventjes 1 stap achteruit. Ga denken, wat gebeurt er eigenlijk? Hoe gaan dan anderen ermee om? Ja. Heb ik weer de connectie gelegd met eigenlijk anderen? En ik zeg maar, toen zei iemand tegen mij, ja, je moet Facebook heel even vergeten. TikTok is eigenlijk de shit, man. TikTok heeft daar helemaal geen last van. En wij, weet je wat? Fuck it, we laten alles los. Volledig op TikTok. En ik weet dat we in 2 dagen tijd een ton weer verdienen met TikTok. Ja. Ja, en zo snel ging het. Maar het heeft mij wel echt 4 maanden geduurd om bijvoorbeeld even Facebook los te laten. Ja. En dat is altijd een strijd wat je altijd hoort in dropshipland. Facebook hebben, met dropshippers hebben een haat-liefde relatie. Want Facebook, ja, het hele grappige is, 80% van hun omzet komt van dropshippers. Ja. En niet van alle grote merken. Want de grote merken spenden maar een bepaalde momenten. Maar dropshippers, die gaan all in. Als die gewoon een product vandaag hebben die morgen geschaalbaar is, daar wordt echt miljoenen tegenaan gesmeten. Ja. Maar dat is een wereldwijd businessmodel. Ja. En dat is wel wat ik heb ervaren. Dit is dit jaar dus ook weer gewoon heel vaak geweest. Maar ik heb nu gewoon gezocht, ik ben gewoon een mentaliteit gekomen van hoe kan ik dan toch die sustainable factor heel erg gaan vinden. Oftewel spreiding in mijn business. De spreiding in de platformen is mijn grootste key nu geweest, waardoor ik nu consistent kan doordraaien. Want vroeger draaide ik 8 stores bijvoorbeeld op Facebook. Mm-hmm. Als Facebook down ging, 8 stores down. Ja. Nu is dat dan, is maar 1 store. Nou, gelukkig draait Pinterest, draait gelukkig nog YouTube, draait nog Snapchat, draait nog TikTok, draait alles nog. Ja, en dat is eigenlijk mijn key nu geweest, waardoor ik nu gewoon heel consistent kan draaien. En heb ik gewoon gekeken hoeveel input heb ik nodig om bijvoorbeeld een ton per maand netto te verdienen. Nou, dat is meestal met 3 ton omzet ongeveer. Nou, 3 ton omzet is in dropshipland gemiddeld 10.000 per dag. Mm-hmm. Wat moet ik dan inderdaad doen voor 10.000 per dag steady te verdienen? En daar heb ik eigenlijk heel langzaam mijn teams voor gebouwd. Dus per store ben ik aan denken, hoe kan ik die naar 3 ton per maand gaan brengen? Ton profit en zo opbouwen. Eerste store gehaald, gaan we door naar de tweede. En zo heb ik nu eigenlijk weer langzaam opgebouwd, waardoor het nu heel stabiel is eigenlijk op dit moment. Ja. Als je kijkt naar een stukje sustainability, hè? Dus ook qua duurzaam bouwen. Er is ook wel wat kritiek op dropshipping, ook al eens eerder besproken.
Ik weet dat je ook andere dingen doet, hè? Want je kunt denken, ik haal het allemaal uit China. Ja. Maar hoe duurzaam zijn je businessmodellen ook in de lokale spreiding en dat soort zaken? Mm-hmm. Ja, goede vraag. Ik heb inderdaad ook producten in Nederland liggen, dus met Nederlandse inkoop, ja. Nederlandse leveranciers. Ben ik gewoon heel erg in de marge, zijn daar gewoon absurd laag nu in dit moment in. De 2022, stikstofprobleem, boerenprobleem, allemaal problemen in Nederland. Waardoor ik gewoon de Nederlandse markt steeds minder interessant begin te vinden. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Waardoor dus gewoon internationaal, ik zeg maar wat, hier hebben we allemaal een stikstofprobleem en de boeren worden weggepest. Maar in Spanje en in Duitsland gaat het volle bak door. Ja, daar kennen ze geen stikstofprobleem, blijkbaar. Ben ik dus wat minder eigenlijk aan het doen, omdat ik gewoon weet van ja, dat heeft gewoon geen, dit heeft gewoon geen zin in de business waarin ik nu zit als dropshipland om, dropshipland om te denken, oh, met mijn producten ga ik een duurzame business opbouwen. Ben ik gewoon heel eerlijk in, dropshippen moet en zal voor altijd een opstapje blijven naar je volgende business model. En dus als je zo dropshippen gaat ervaren en je gaat daardoor weten van oké, mijn dropship geld gaat gewoon een bepaalde buffer opbouwen voor mijn nieuwe business of voor mijn andere passies te vinden. Dat is eigenlijk de hele goede beredenering. En zo ben ik inderdaad mijn merk gestart, zo ben ik mensen gaan coachen, zo ben ik gaan investeren in vastgoed. Ja, daar ben ik eigenlijk allemaal dankzij dropshippen. En eigenlijk zou het eigenlijk zo goed moeten zijn dat ik dropshippen niet meer nodig heb, omdat al mijn tijd wat ik ooit erin heb gestopt, gecompound is nu op dit moment. Ja. En ik niet meer daarvoor hoef te werken. Dat is eigenlijk het mooie. Ja, en ik denk gewoon, als je het ook nog zo beredeneert, dat je ook nog 42 man voor je hebt werken. We hebben nu bijvoorbeeld klantenservice. Mijn klantenservice staat eigenlijk zo stevig voor dropshippers, dat ik eigenlijk dacht, ja, maar dat is toch eigenlijk absurd dat altijd mensen, dropshippen komt heel sterk in het licht, omdat ja, ze knallen een ton omzet, maar daar hebben daar eigenlijk de backend niet voor staan, klantenservice. Ja. Dus ik dacht, oké, maar wat nu als ik dan mijn klantenservice, die ik gewoon al 2,5 jaar in dienst heb, ik schaal dan nog een beetje meer bij en ik ga die gewoon verlenen aan andere bedrijven. Ja, dat is ook duurzaam. Nieuw businessmodel. En wist ik dus ook, ik heb nu iets van 12 dropshippers aan mij gekoppeld, die gewoon een goed volume draaien en die allemaal op mijn klantenservice draaien. Ja, dat is gewoon heel mooi. Ik weet dat zij ook niet oplichten, niet scammen, weet ik voor wat allemaal van fratsen uithalen. Ik krijg er ook waarde voor terug. En mijn klantenservice team is niet bang wanneer een store van mij down gaat, dat ze geen werk meer hebben. Ja. Nu denken ze gewoon, oh, gelukkig heeft die nog veel, veel oorlogs. Gelukkig. Maar zo praten ze ook. En het hele mooie is dat gewoon, ik ben met 3 dames begonnen. En ik heb gewoon tegen hun gezegd, jullie mogen deze business helemaal runnen. Als we mensen nodig hebben, kijken jullie direct de kring wie je kan gebruiken. Nou, we hebben moeders, we hebben tantes, we hebben nichtjes, we hebben broers, we hebben zussen. We hebben iedereen aangenomen van die hele familie. En dat zijn allemaal Nederlanders die ooit geëmigreerd zijn naar het buitenland. Ja. Dus ik kan een wat lager tarief aan mijn personeel vragen. Maar als zij daar 7 euro verdienen, bijvoorbeeld in Argentinië hebben iemand zitten. Ja, daar is 7 euro per uur. Ja, dan ben je gewoon de koning, dan ben je gewoon de sheik. Ja. Dus ja, weet je, als zij dan ook kunnen zeggen, oh, als ik mijn moeder kan aannemen en mijn broer ook nog. Nou, dan hebben wij hier een heel goed gezin. Ja, dat is gewoon heel erg leuk. En dat is de duurzame kant die je ook kunt bouwen. Ja. Wat heel veel dropshippers niet doen. Vertel eens over andere businessmodellen, want je geeft net al aan, ja, ik ben steeds meer dingen actief, actief ook op veel socials. Wat sta je nu? Op dit moment is 90% van mijn inkomen nog steeds dropshippen. Alleen heb ik het wel zo zwaar geautomatiseerd dat we ook zelfs al mijn marketing heb ik ook uitgegeven aan agencies. Dat heb ik normaal nooit gedaan. Ik was altijd die nerd die altijd achter die Facebook ads zat. Ik heb daar heel veel miljoenen mee gespend. Maar ik dacht, nee, weet je wat, een agency die een percentage krijgt van de ad spend, ben ik ook wel tevreden mee. Ja. Dat draait dus gewoon eigenlijk op de automatische piloot. Mijn vriendin is ook een beetje in de business getrokken. Zij doet ook wat research voor de producten, wat meer sustainable producten waarvan we weten, ah, dat is tenminste als mensen dit krijgen, zijn ze niet boos, maar dat is gewoon tenminste degelijk. Ja. Daar gaat wat meer research tijd in zitten. Ik heb een merk met voorraad hier in Nederland liggen, in de hondenniche. We hebben zelf een pub, ik zag gewoon een probleem wat hij eigenlijk had. Ik denk, ja, dit is heel makkelijk op te lossen. Of eigenlijk het probleem wat wij hadden met hem, dat is heel makkelijk op te lossen. Dus dat probleem, oplossend product, heb ik hier in Nederland liggen. Ik heb wat vastgoed, ben ik aan het investeren in Nederland. Nou, vanaf volgend jaar is dat helaas niet meer echt rendabel. Maar goed, daar heb ik ook eigenlijk nu wat cashflow mee opgebouwd. En een stukje affiliate marketing, wat ik eigenlijk ook wel pak. Waarom? Ik heb natuurlijk 2 jaar, 3 jaar een netwerk opgebouwd. Ja, als jullie daar wat van willen hebben, prima, ik connect je wel, maar ik ga wel daar een percentage van krijgen. Ja. Niet dan van jou, maar van de leverancier bijvoorbeeld. Ja. Dus als jij wilt beginnen en ik zeg, hier heb je mijn leverancier, heb ik wel tegen de leverancier gezegd, ik wil van jouw percentage, wat jij erop verdient, wil ik iets krijgen. De klant gaat het niet voelen, ik wil van jou dan wat hebben. Want jij weet, als diegene net zo begint te draaien als ik, heb je business voor het leven. Ja. En dat is een beetje wat ik nu ook doe. En eigenlijk,
kan ik heel eerlijk in, de dropship tak zou eigenlijk gewoon nu plat kunnen liggen. Ik verdien al eigenlijk meer, of nee, niet meer, maar voldoende met de affiliate. En ja, waarschijnlijk als toch iedereen toch blijft dropshippen, is het voor mij af en toe eventjes om gewoon te connecten. Dus ja, maar goed, dat doen we niet, want ik heb in ieder geval nu in de situatie waar we nu zijn, zoveel mogelijk stacken, geld echt verzamelen, mm-hmm, en dan eens onder een plankje leggen en voor de komende jaren voorbereiden op wat misschien gaat komen. Ja. Je, al die bedrijven die je noemt, die vallen onder de online freedom. Ja. Dat is blijkbaar voor jou iets belangrijks, want anders noem je je hele BV niet zo. Ja. Ik kan me voorstellen in dit scenario waar we begonnen met als fysio, waar je al 20, 30, misschien wel 40 uur werkt en daarnaast dropshippen, dat je weken hebt gemaakt, zoals bijna elke startende ondernemer, van 60, 70, misschien wel 80 uur. Mm-hmm. Hoe ziet dat nu uit dan, als ik dat zo hoor? Want je hebt veel geautomatiseerd, laat je weten. Werk jij dezelfde, met dezelfde drang en dezelfde hoeveelheid uren die je daar altijd hebt gewerkt? Oeh, ja, dus dat vind ik altijd zo'n pittige vraag. Want iedereen gaat hier ook altijd zo heel slecht op. Mm-hmm. Ik denk dat het een fabeltje is als je begint met ondernemen. Als je er ooit mee bent begonnen, dat je er naartoe kan werken, dat je minder gaat werken als een loondienst. Ja. Het cliché is er gewoon, ondernemen doe je 24/7. En dat is niet dat je daar fysiek voor aanwezig bent, maar het houdt je mentaal zoveel bezig. En het hele stom is, we zitten hier ook in een weekend. Laten we eerlijk zijn, we zitten hier op een zaterdag. We zitten hier op een zaterdag onze tijd te verruilen om voor mensen wat waarde te geven. Ja, heel eerlijk, dat is niet wat iedereen doet. Ik ken mensen die zijn dat gisteren heel blij waren dat het 5 uur was en denken, weekend. Ja. Dus daar zit ik niet zo in. Ik werk denk ik nog evenveel. Het enige wat ik wel gewoon merkte is dat mijn drang aan het veranderen was. Dus dat is mijn persoonlijke groei dit jaar eigenlijk wel geweest. Ik heb eigenlijk een beetje een comfort coma, noem ik hem zelf. Mm-hmm. Het is zo comfortabel dat je business zo lekker gaat, dat je eigenlijk denkt, waar doe ik het nog voor? Ja. Je verdient 10.000 euro per dag, wat dan? Dat is 3 ton per maand, is eigenlijk wel prima toch? En ik denk veel mensen zouden al gestopt zijn en genoten wil ik in ieder geval die droom om die villa en Bali te hebben. Juist. Maar ik denk, en ook als ik voor mezelf spreek, dat ik het heel erg herken van de weg die je hebt afgelegd, die heb je eigenlijk met zoveel plezier afgelegd. Dat weet ik ook van je, dat zie je ook als je verhaal vertelt. Waarom zou je stoppen met iets wat je heel gaaf vindt? Ja, en wetende ook dat ik ben nu zo in aanmerking met mensen gekomen dat die gaan zeggen dat is pas 1% van de wereld die je kent, joh. Je moet nog 99% ontdekken. En dat denk ik, daar heb ik dus heel veel tijd voor nodig om dit te ontdekken. Dus gisteren eerder ben ik naar masterminds geweest met mensen omringd die gewoon 500 tot 800 miljoen per jaar doen met allemaal businessmodellen. En dan denk ik, what the fuck, dat is ook nog allemaal te halen. Ja. En die richten daarmee zo'n leuke businessmodellen op dat ze ook weer allemaal terug aan te geven zijn aan communities en weet ik veel. Maar dat ik denk, dat is nog zoveel meer te doen. Ja. Waardoor ik in dat weet, toen ik online freedom begon, ik wilde gewoon iets creëren waarbij mensen echt voelen dat ze online vrijheid kunnen voelen en kunnen creëren voor zichzelf. En dat is denk ik waar mijn grotere purpose wel gaat liggen. Ja. Ik moet dit gewoon meer gaan vertellen. Dat wil ik eigenlijk onder online freedom doen. Ik wil echt richting een stukje online school gaan. En daar voel ik weer de drang voor van, dit is weer waar ik eigenlijk heel erg hard voor wil gaan werken. Om gewoon niet meer voor het geld te doen, maar voor het stukje passie, plezier, purpose. Eigenlijk de 3 P's, die wil ik eigenlijk weer even terug gaan krijgen. Want het plezier en de passie en de purpose zit mij niet meer in het dropshippen. Ja. Dat is gewoon echt werk. Ja. Dat is gewoon werk. Dat is echt grinden eigenlijk ook. En dat herken ik heel erg. Ja. Ik denk dat ik inderdaad ook nog dezelfde, ik denk wel iets minder uren maken. Ik merk als je toch veel mensen hebt, je eigen uren zijn, hebben ook steeds minder grote impact. Mm. De drang is ook een beetje weg. Ik maakte ook weken van, zaterdag was gewoon werkdag. Altijd zaterdag was werkdag. Ja. Dat is nu al eigenlijk al een jaar, ik zit hier nu op een zaterdag. Ik doe wel eens wat op zaterdag, vrij regelmatig. Ja. Maar de meeste zaterdag ben ik vrij. Ja. Desalniettemin heb ik wel nog heel veel drang, heel veel passie om en werk ik bovengemiddeld. Mm. Maar toch niet meer met die grind mindset toen, je 8000 euro in de min stond. Nou, ik heb geen 8000 euro in de min gestaan, gelukkig. Maar ik had ook het studieschuld, ik had ook weinig geld te banken. Ja, ik weet nog, volgens mij toen ik hier voor de eerste keer kwam, eigenlijk, nog onder Webbanks dan eigenlijk, zei je me dat ook, van wow, dat is niet normaal. Maar al het geld wat ik nu verdien, stop ik gewoon terug in de business. Dus ik moet gewoon blijven werken, want anders stopt het geld in binnenkomen. Ja. Want jij merkte dat jij de cruciale factor was die het geld verdiende. Ja. En dat heb ik uitgeschakeld in mijn business. Ja. Het klinkt heel stom, maar een dropship is één ding, maar een variabele. Hoeveel producten je per dag test. Dat is je succes-key. Hoe meer producten je test, hoe eerder je succes gaat ervaren. Dus ik was degene die letterlijk je producten lanceerde op Facebook. Als je die uitschakelt, ben je niet meer de cruciale factor in de business. Oprecht is het niet meer zo. Dus als je iemand nu daarop zet, dan kun je jezelf eigenlijk helemaal automatiseren ervan. Het enige wat ik wel gewoon weet, als jij in die dropship-tak blijft als eigenaar zijnde, ik vergelijk dropshippers altijd met brandweermannen,
fulltime brandweerman. Want het is wel gewoon zo, zodra je het gewoon niet meer de Facebook mag doen, gaat er wel ergens anders wel een brandje af. Waardoor je denkt, oh, godverdomme, moeten we weer Facebookpagina lichten weer uit. Ja. Oké, even regelen. Oh, de agency heeft 3 dagen verlof. Shit man, dat betekent dat we 3 dagen niet gaan schaden. Ja. We, allemaal dat soort shit. Klantenservice, die is zwanger, die heeft een burn-out. Oh shit, daar moeten we ook eventjes op gaan handelen. Dus ik moet wel weer zo snel mogelijk nog meer daarin van en kunnen automatiseren, maar ook gewoon weten dat daar iemand anders, juiste mensen gewoon. En dat is gewoon denk ik het eerste spel wat je gaat spelen. Je juiste mensen gaan aannemen met de juiste visie, met de juiste blik. Ja. En dat is een dropshipland vaak gewoon, dat het eigenlijk hiervoor eventjes over is. Ja. Gewoon heel lastig, mensen komen erin, geld verdienen en wegwezen. Ja, ja. Dat is vaak ook een fout. Die ondernemers die blijven in hun business werken in plaats van dat ze aan de business werken. En dat, He, dan ben jij de business, dan zit het in de uren die jij beschikbaar hebt, is het schaalbaar. Ja. Dus je moet aan een model toe werken waarbij je eigenlijk overbodig bent en kunt gaan ondernemen, kunt gaan vernieuwen en met innovatieve plannen kunt komen. Want anders dan blijft het wat het is en dan zit er een max aan. Klopt. En ik denk dat, ik zei altijd vroeger, als mensen zeiden, ik ben een ondernemer, ik zeg, nee, je bent de vent en de tent. Zodra de vent weg is, is de tent er niet meer. Dat is niet meer zo. Dat heeft geen zin. Ja, dat concept snap ik nu eigenlijk gewoon echt steeds meer. En ik denk dat als je dat wilt veranderen, moet je gewoon 1 ding gaan doen, van reactiviteit naar productiviteit gaan. Proactiviteit nog zelfs eigenlijk. Dus heel veel mensen gaan altijd nog in hun business werken omdat ze heel erg reactief zijn. Je kunt het helemaal omdraaien, laten we proactief zijn, want je weet eigenlijk toch waar je naartoe wilt. Ja. Waarom daar niet alvast naartoe gaan werken in plaats van werken aan de shit wat nu afgelopen week gebeurd is? Waarom niet werken aan de shit wat de komende week gaat gebeuren? Ja. Dat is eigenlijk de mindset shift die je eigenlijk gaat maken, waardoor je steeds meer jezelf los gaat wringen. Want de mensen die nu met je meewerken krijgen al die problemen toch mee wat de afgelopen week is gebeurd. Kunnen ze echt wel oplossen. 9 van 10 keer kunnen ze dat echt wel oplossen. Vaak als je een dag even gewoon mensen even laat, alles is in 1 keer opgelost. De problemen die ze tegen je aangooien, je reageert dus een keer een dag niet. De volgende dag spreken ze, is al voorbij. Ja. Dat is vaak de truc. Ik had deze week nog een gesprek tijdens een lunch. Vaak als je het zelf doet, dan doe je het voor een 10. Mm-hmm. En je durft het niet uit, of dan doe je het voor een 9. Doe maar even weer een voorbeeld. Hè. En dan wil je niet uit de handen geven van het team of iemand anders die dat zou doen, die zou het dan in jouw ogen maar voor een 7 of een 8 doen, of misschien een 6. Mm. Maar als die niet eerst voor een 6, 7 of 8 doet, dan kun je hem ook niet de tijd om fouten te maken om het daarna voor een 10 te doen. En uiteindelijk, dat heb ik hier ook in mijn business gemerkt, de managers die ik nu, die taken die zij nu doen, die doen zij beter als dat ik ze deed. Yeah. Maar dat dacht ik voordat ik ze uit handen gaf en elke keer zo een beetje, toch weer terug. Hè. Maar toen ik dat eigenlijk los heb gelaten, toen ging het. Soms zag je nog wat dingen, moest je even een beetje bijsturen. Ja. Maar als je op een gegeven moment echt loslaat, dan gaan ook verantwoordelijkheid voelen en pakken. En dan doen ze het gewoon beter. En ze voelen zich ook gewoon verantwoordelijk. En je moet die mensen ook die ruimte voor die groei gunnen. Ja, en ik denk dat daarom gewoon heel veel dropshippers gewoon blijven dropshippen. En als ze dan iets anders gaan doen, weer heel snel teruggaan naar dropshippen. Omdat ze gewoon weten, dat is gewoon het hele stomme aan het businessmodel. Dat is zo plat, je kunt alle functies zelf doen. Je kunt letterlijk morgen een dropship store beginnen, je kunt die eerste klantenservice doen, de eerste marketing kun je doen, de eerste copywriting, de eerste product research, je kunt alles zelf doen. Ja. En dat is ook heel erg goed. En dat is juist het hele mooie aan het businessmodel, dat je eigenlijk plat business voeren, wat eigenlijk hier gebeurt, ook met 2 weken hoeveel personeel bij Webpings, dat kun je in je eentje daar doen. En dat is gewoon zo mooi, je kunt gewoon zelf proof of concept gaan doen, maar als eerste gaan nadenken, oké, waar krijg ik het eerste of hoofdpijn van, of wat kost tijd en energie, wat niet in de relevantie staat met de omzet. Ja, dat is vaak klantenservice bijvoorbeeld. Oké, dan gaan we dat als eerste uitbesteden. En dat is gewoon hoe je langzaam dat kan doen. Ja. En ik weet nog dat ik mijn eerste klantenservice medewerker aan had, was ik ook aan het zeuren. Hallo, wat van templates doe jij? Jij stuurt alles met u. Ik wil dat de klanten met de je worden aangesproken. Ja. Was mijn Coolblue tijd, ik heb bij Coolblue gewerkt. Daar werd dat altijd gezegd. Geen u, je. Ja. Veel persoonlijker. Dan ging ik daarop op bitchen. Terwijl ik nu achteraf, nu heb ik het. Ja, misschien 25 man, moet niet 20 man alleen op klantenservice zitten. Ik zou niet eens weten welke templates ze sturen. Ja. Ik zou het niet eens weten. En weet je wel waar je naar de toekomst toe wil? We zeggen, een quote van ons is set your mind to achieve your goals. Mm-hmm. Wat zijn jouw dromen, doelen voor de toekomst? Goede vraag. Daar heb ik dus de afgelopen dagen goed over na moeten denken met mijn vriendin samen. We zijn bij jaren geweest, we hebben een mooie vision boards hebben we eigenlijk gemaakt. Vision boards wil ik eigenlijk gewoon lekker gebruiken om te visualiseren en te kijken waar wil ik naartoe gaan. Mm-hmm. Ik heb nu wel meer geleerd dat echte concrete plannen en doelen kun je beter soms maken in
traject van 2 jaar en niet te snel een korte tijd. Ik als dropshipper zijn in ieder geval, want wat doen we gewoon? We overschatten onszelf wat we kunnen doen in 2 maanden, maar we onderschatten onszelf wat we kunnen doen in 2 jaar. Ja. Ja. En ik zie nu gewoon, wat heb ik in 2 jaar tijd bereikt? Intens veel. Ja. Wat heb ik afgelopen maand gedaan? Geen drol. Ik ben naar Santorini geweest, Griekenland. Ja, dus waarom zou ik nou een doel gaan maken voor de komende maand? Daar ben ik heel eerlijk in. Ja. Dus ik ben gewoon wat meer doelen gaan maken voor langer termijn. En dat ze beginnen bij 6 en 7 maanden, 2 en 3 jaar en 6, 7 jaar. Ja. En eigenlijk voor de 6, 7 maanden wil ik mijn business eigenlijk op dat vlak wat meer automatiseren. En ga ik vanaf volgende week ga ik ook beginnen met al mijn kennis vast te leggen in een cursus. Dus ik ga mijn coaching nog meer oppakken, omdat ik gewoon voel. Er zijn gewoon even fake gurus, veel fake shit, waardoor mensen eigenlijk denken, oh, dan moet ik bij diegene zijn, dan betaal ik 10k. En ze worden of gescamd of wat dan ook. Ja. Nee, ik wil daar geen vrucht van plukken dat ik per se daarmee rijk ga worden. Maar ik wil mijn kennis meer gaan spreiden. Dus ook meer onder de mensen komen zoals jullie. Meer lekker gaan podcasten. Ja. Dat is voor de komende 6-7 maanden. Waarschijnlijk omdat je ook veel vragen zal krijgen van mensen. Juist. Over hoe heb je het zelf gedaan. Juist. Dus de komende 6-7 maanden staat echt in de teken van mijn personal brand. Mensen eigenlijk educatief eigenlijk dingetjes leren. Mensen connecten. Daar gaat het eigenlijk een beetje om. En voor de 2-3 jaar hebben we wel gezegd, we zijn nu bezig met de mindset dat we Nederland willen verlaten. Sorry, je zegt we. Je bedoelt daarmee jij en je vriendin? Ja, we. En dat bedoelen met mijn vriendin en ik en de hond. Ja, die is ook natuurlijk onderdeel van het gezin nu geworden. We hebben ook gewoon ontdekt van, oké, we hebben nu een hele mooie kans gekregen in Nederland. Dat heb ik ook helemaal lekker benut. Ik hou me heel erg bezig met het financiële gedeelte eigenlijk nu, wat nu gebeurt. Juist vroeger waar ik een hekel aan had, ben ik nu eigenlijk helemaal verslaafd aan. Waardoor ik zie van, nou, er liggen best wel wat kansen in het buitenland voor ons. En wij zijn ontzettend mediterraanse gerichte mensen. We houden echt van de Spaanse vibe, we houden van Griekenland. We houden echt van dat heerlijke vibe waar mensen eigenlijk gewoon helemaal tranquilo zijn. Waarbij het eten gewoon top is, niet duur is en daar kunnen wij lekker van genieten. We hebben dit jaar 8 weken Spanje gehad. Dan hebben we een leuke villa gehuurd en daar zijn wij zo diep naar elkaar toegetrokken. Dat we eigenlijk dachten, wauw, dit moeten we eigenlijk altijd hebben. Mm-hmm. En toen ben ik gaan onderzoeken. Nou, daar is Portugal een hele interessante voor. Portugal kan ook mijn business eigenlijk inschrijven, hoef ik niet veel voor te doen. En hebben we eigenlijk bijna 0% BTW. Dus dat is ook geen belasting. Nou, dat vind ik eigenlijk mooi. Dus dat staat voor de 2-3 jaar gepland. Dat we daar echt iets nieuws gaan opbouwen. Dus ook het gezin misschien zelfs gaan opbouwen. Dat willen we eigenlijk wel heel erg graag doen. En voor de komende 5 tot 7 jaar zie ik mezelf ook meer het podium nu gaan pakken. Dus ik wil echt eigenlijk meer richting podia's gaan, waarbij we niet nu met z'n drieën zijn, maar dat we met 1000 man zijn. Dat we echt gewoon zorgen dat we gewoon dat netwerk gewoon zo opbouwen, dat mensen gewoon beseffen dat netwerk eigenlijk het allerbelangrijkste is en eigenlijk vaak het enige is. En ik zie dat altijd vaak als dan het goudvis-effect. Je hebt zo'n goudvis en zo'n viskom. Mm-hmm. En als de vis eigenlijk uit de vissenkom springt, is hij dood. Dus hij beseft zich eigenlijk niet dat de omgeving voor hem alles in leven houdt. Ja. En dat wil ik eigenlijk gaan bewerkstelligen. Dat netwerk, de omgeving waar jij je in omgeeft, bepaalt of jij doodgaat of dat je succes behaalt. Ja. En dat is een beetje wat ik wil gaan bewerkstelligen in de komende 5 tot 7 jaar. Heb ik zelf heel veel groei voor nodig, maar die kennis wil ik gewoon echt zwaar gaan delen op heel grootschalig niveau. Ik zie me echt een podia als ik wil. Ik ben een entertainer, ik hou ervan om mensen te entertainen. Ik zie het echt voor me dat ik echt in de grootste stadion sta, dat we daar gekke events aan het houden zijn en echt gewoon grote Tony Robbins energie hebben. Ja, heel tof. Dat zie ik gebeuren. Ja, heel gaaf. Als ik dat hele verhaal samenvat, ik vind het echt heel gaaf. We hebben een paar keer eerder gesprekken gehad, maar om met jou in gesprek te gaan, je merkt ook die energie, je merkt die mindset van jou. Maar dat komt ook niet zomaar. Een deel hebben we nu behandeld. Hè? Mm. Maar wat waren voor dat hele traject, waren er misschien bepaalde inspiratiepersonen of inspiratiebronnen, boeken of andere mediakanalen die jou laagdrempelig hebben geholpen? Ik kan me voorstellen dat veel kijkers iets hebben van, ja, waar begin ik dan? Zijn er bepaalde adviezen die je daarin kan geven voor inspiratiebronnen? Mijn adviezen voor jullie als kijker zijn er. Nummer 1, ga dus inderdaad een stukje lezen. Ik ben geen lezer, maar ja, ik vind het zelf ook vreselijk eigenlijk altijd nog altijd om te doen. Maar probeer 10 bladzijden per dag, dat is echt vaak maar 10 minuutjes. Ja, dat is echt gewoon al voldoende. Dus 10 minuutjes lezen per dag, daar ben dan ik een specifiek boek of is het ook een stripboek Nou, eigenlijk de meest basale boeken, als je nooit hebt gelezen, dan raad ik juist de boeken aan van Michael Pollachtig. Master Mindset en Think and Grow Rich. En dan vind ik eigenlijk Think and Grow Rich moet eigenlijk de heilige bijbel zijn waar je echt aan vasthoudt. Meen ik echt serieus. Super makkelijk om te lezen. Daarna kun je heel erg de diepte in gaan en boeken gaan lezen, weet ik wat. Maar Think and Grow Rich moet de basis zijn.
En nummer 2 is daarin gaan omringen met mensen die dus al verder zijn met jou. Dus zoek ook waar die sprekers bijvoorbeeld van die boeken, waar die zich bevinden. Dus ik volg Michael Palaszczuk zelf ook heel erg veel. Hij heeft een podcast, ik ben nummer 97, Leef je mooiste leven podcast, mocht je nu ook willen luisteren. Ja. En daar vertelt hij ook gewoon heel veel inspirerende verhalen. Dus ik was geen echte lezer, dus ik ging heel veel luisteren. Ja. Ik heb alle podcasten 2 keer geluisterd. Ja, zo heb ik gewoon veel meer inzicht gekregen. En heb ik de mindset gekregen die ik nu al heb. Dus 1 lezen. 2 podcasten en ik denk nummer 3 masterminden. Dus waarschijnlijk weet je echt wel dat er ergens events worden gehouden waar een bepaalde blokken worden behandeld. Ja, ga daar naartoe. Ga met je struikelblokken daar naartoe en vertel wat jouw struikelblok is. En laat mensen daar eens over mee nadenken. Ja. En waarschijnlijk is het veel simpeler dan dat jij in je hoofd hebt. Ja, ja. En ik denk dan ook juist de juiste mensen die daar ook aanwezig zijn. Juist. En omring je met de juiste mensen. Juist. Als je die niet in je netwerk hebt, dan zijn boeken of podcasts denk ik een heel goed alternatief daarvoor. Ja. Ja. Heel tof. Super dat je er was. Als we kijken naar waar kunnen mensen meer van jou zien? Ik ben actief op Instagram, dus onder mijn voor- en naam Jesper Hensgens. En dat was eigenlijk ook mijn TikTok. Ik ben best wel veel actief op TikTok. En waarschijnlijk gaat het ook dus inderdaad op YouTube dadelijk zijn. Dan gaan we daar ook wat waarde delen. En ik denk dat als je die 3 kanalen volgt, dan weet je altijd wat ik aan het doen ben. Ja, top. We gaan sowieso alle links naar die kanalen in de comments zetten of in de beschrijving hieronder. Daarnaast mocht jouw cursus uit zijn, dan gaan we die uiteraard ook in deze video onderzetten. Of dan kom je wellicht nog een keertje terug. Ja. Of maak daar een losse video voor. Jesper, ik wil je echt enorm bedanken voor jouw energie en voor jouw tijd en voor jouw aanwezigheid vandaag. Dank voor je komst. Dankjewel, mannen.